je kijkt naar deze week vlog. Geef alvast een duimpje omhoog. En abonneer alvast op ons kanaal, want Vlogmas komt eraan. En dan gaan we heel veel weggeven aan onze fans. Yay! Dus als je abonnee bent, maak je kans op superprijzen. Dat heb je gisteravond kunnen zien. Ja. Klik even hierboven ergens in het linkje. En dan kun je zien hoe onze Vlogmas eruit ziet. Maar het is wel heel super gaaf. Het is ja, echt heel leuk. Deze week veel in de les geweest. Ja, ik heb bij Bianca, Chantal en Ilse in de les gezeten. Ja, en paarden zijn naar de paardentandarts geweest. Dus van vrijdag hebben we maar een heel klein stukje. Ja. En Tess gaat poep scheppen. En Sinterklaas komt langs. Dus veel plezier met kijken. Zaterdag bij Bianca in de les. En Donna zit op Latifa. Tata bij op Gina. En op wie zit jij, Tess? Op het bellenkind. En er is iets heel grappigs aan de hand in deze les. Weet je het al? Ja, iemand anders heeft een willetrui aan. Weet je wie? Mout. Kijk, Mout zit op Peppertje. Nou, die komt nog deze kant op. En daar hebben we ons Moutje. En Mout heeft gewoon de officiële willetrui aan, de foute kersttrui. Vind je hem mooi? Ja. Hij staat je goed, meis. Zo, Bel die krijgt een massage onder het solarium. Ja. Dus ik wil Bel wel zijn. En Bel, kunnen we ruilen? Oh, nee, je krijgt geen koekje van me. En die denkt alleen maar in snoepjes, die Bel. Echt. Zo. Nou, ze zijn lekker bezig, Sophie, niet? Lekker hoor. En wat zijn jullie aan het doen? Opruimen. Opruimen. Nou, als jij nou gewoon mijn kast was. Ja. Nee, hoe noem je dit, Tess? Wat was je er aan het maken? Oh, arm tatempje. Ja. En hier de laatste van 4 dagen Engeland. Ik ben net op Amsterdam, Schiphol geland. En ik zit nog, zoals het heet, de taxi in het vliegtuigje. Het was super leuk. Het was heel erg druk. Het was volgepland. Het was naast het rijden, de clinics en wat concours. Het was uiteindelijk super leuk, maar heel erg intensief. Dus ik ben ook erg moe. Maar voldaan. Ik ga lekker naar Rotterdam, naar mijn appartementje. Morgen gaat de week gewoon weer verder. Ik hoop dat jullie de beelden leuk vinden en dat je in ieder geval een goede impressie hebt gekregen van niet alleen mij rijden in een andere beweging dan alleen als instructeur op de vlog tot zover. En ik wens jullie nog veel rijplezier. Tot snel. Zondag. Komen ze aanrennen. Voorbij rennen. Ik weet niet waar ze heen gaan precies. Ze moeten opschieten. Want waar staat hem? Daar staat hem. Die is bij ons aan het logeren. Maar om 3 uur komt de moeder er halen. En ze moeten nog rijden. En het is al 1 uur. Dus ze schieten niet op. En er zijn springwedstrijden bij ons op de manege. Daar doen wij niet aan mee. Tatum is deze logeren zoals ik al zei. En nu gaan de meiden lekker rijden. Ik heb wel heel even gelongeerd, want die is de laatste tijd nogal fris in de bak. En dat vindt Tess niet altijd even leuk. Dat snap ik ook wel. Dus die heeft net aan de longeerlijn even gelopen. Dat ging heel netjes. Dus verder geen probleem. Het is meer, denk ik, Tess die er last van heeft dan wel. En Tatebie op Verona. Allebei even een bodyprotector aan. Gewoon omdat het veiliger is. En nu kunnen ze even lekker rijden. Heb je het koud? Ja. Ja, je kan ook je jas onder je bodyprotector aan, zoals ik al zei.
fris is vandaag. Dus toch de jas maar even eronder gedaan, zodat hij dicht kan. En lekker aan het rijden. Kinderbodyprotector aan. Dat is natuurlijk een mooie hartverpaarde bodyprotector. En daar hebben we Tatumpje. Die is nog rustig aan het instappen. Die heeft Tess de bodyprotector even aan. Gewoon omdat het veiliger is. Gaat goed, Tatum? Ja. Goed zo. Misschien moet je gaan draven. Mag hoor. En dan zeg je maar draf als je je niet voelt. Weer. Ook wind ook vandaag. Er ligt een softteugel. Ja. Bij de vuilnisbak. Ja. Ja. Mij gaat vooral poepen. Moet ik zo poep scheppen alweer. Ik zet van de staart omhoog. Nou, even maar heb ze gepoept. Ik ga scheppen. Tatumpje gaat samen met Tess ook gewoon in galop op Veroontje. En Tess natuurlijk ook wel. Zo. Deed je weer heel keurig, Tessa. Het staat zelfs op video nu. Ze schrok weer. En Veroon gaat onverstoorbaar verder. Hop, hop, hop. En Bel schrikt vandaag van alles. Alles is eng. Alles is moeilijk. Ja. Nou ja. Veroon heeft een veer op de rug. Een veer op de rug? Ja. Ja, Tatumpje weegt niks. Je moet echt zeggen wat ze wil, dan snapt Veroon er niks van. Het is zover. We moesten een stoomreiniger hebben. En ja, die hebben we toen gekocht, want het was toen Black Friday. Dus kun je hem voor een leuke prijs kon je hem kopen. En dat is een hele grote doos. Zo, tada. En toen... katten vinden dozen leuk, dat zei je zo. Dinsdagochtend, ja, het is fripsjes, maar het is wel heel mooi weer, kijk maar. Kun je dat zien zo, naast mij? Zonnetje komt op en het is eigenlijk wel heel lekker. Die twee van mij staan nu even in de molen en je gaat zo in de paddock als er plek is. Even wachten tot 9 uur. En vanmiddag rijden. Tess gaat bij Ilse in de les en ik ga van 5 tot 6 gewoon even zelf rijden. Dan hebben jullie mijn agenda weer gehad. Ik zeg altijd tegen andere YouTubers, je hoeft je agenda niet te bespreken met iedereen. Zeg gewoon wat je aan het doen bent of laat zien wat je aan het doen bent. En nu zit ik je dus gewoon ook mijn agenda met jullie te bespreken. Dus dat ga ik maar verder niet doen. Ik laat jullie straks gewoon zien wat ik wel doe. En er is nog even lopen. Ja, is goed voor je. Vrouw krijgt vrij snel stalbenen, dus die moet echt wel even wandelen. En deze hier moet conditie opbouwen, niet te veel, want het wordt... Ga eens door. Het is anders wordt ze lastig. Nieuw zand in de bak, dat moet ook af en toe gebeuren. Het is zo mooi licht, omdat het nog niet vervuild is. Het is een blekkenlis van Ilse. Het is wel fris vandaag. En Veertje zit op Jansie. Het leven van een pennymeisje die braaf doet wat er gedaan moet worden. De taak des levens als je pony hebt. Poep ruimen. Nou Tess, je doet het goed door meis. Ja. Wij zitten hier. En wat zijn we aan het doen, Kim? Kim praat. We zijn aan het bespreken wat we gaan doen met Vlogmas. En daar hebben wij zin in. Ja! Dus we hebben dit doorgenomen hoe we alle video's... Het past net niet, maar is niet lang genoeg. Zo. We gaan Vlogmas doen, 1 tot en met 24 december. Ik denk dat we daarna vakantie houden. We gaan wel paardrijden, zo ik denk niet dat we nog video's maken. Ja.
Maar goed, we hebben hele leuke dingen voor Vlogmas. Dus als het goed is hebben jullie, als je deze video ziet, vrijdag al de video gezien met het hele Vlogmas verhaal van Kim en van mij. En dat zijn we nu dus aan het bespreken. Eigenlijk zijn we best wel zakelijk zo, hè? Ja. Ja, dat is best wel een soort echt. Ik zit vandaag even in een andere les. Ik zit nu niet in een les van 4 euro woensdag, maar nu zit ik om 5 uur bij de gevorderde. Yay! Kun je dat wel? Ja. Kan jij dat bel? Oh, dan krijg je weer die enge ogen. Kan jij dat bel? Hallo, bel. Kan je dat? Fabian en Elixir rijden ook. Fabian en Elixir rijden mee. Wil je een hapje? Lekker. Oké, nou veel plezier bij weer rijden. Bij Ilse. Oké, nou succes. Tess in een ander soortige les. Ze is in ieder geval zelf helemaal vol van. Dus helemaal cool. Zo zie je maar weer, kleine kindjes worden groot. Het is donderdag en dan is er eigenlijk om binnen te rijden weinig ruimte, maar altijd tussen 6 en 7:30 wel. Tess denkt, nou, bel is vrij, dan kan ik wel op Verona gaan rijden. Ja. Dus die is even lekker aan het rijden. Verona is heel fris, maar met Tess erop gedraagt ze zich dan toch wel weer als een braaf paard. Goed hoor. Het is heel donker en dan zijn hun ook nog donker, maar... Maar... Kijk eens even, daar recht is... in de duisternis. Precies. Oh, hallo. Daar is Sinterklaas, jongens. Waar mijn staf? Ja, hij moet een zak met cadeautjes, hoor. Dus op zich kan kijk, je ook... nog meer pietjes. Hoe leuk is dat? Pietjes. Hallo. Oké, een hele grote piet hebben we hier. Hier hebben we een iets kleiner pietje. Wat zeg je? Malle pietje. En nog een pietje hebben. Hoe schattig zijn ze vandaag? Waar geen idee weet zijn. Zo, Sinterklaas. Oh, God, we hebben onze grote vriend. Nou, hoeveel taart wil je hebben? Dan heb ik even binnen. Als je appeltaart bij je hebt, dan wil je ook wel een stukje. Alles wat er afvalt, wordt toch? Wat afval. Sinterklaas is er. Kleuren. Hallo, kindje. Kleuren de valoefening doen. Het begint al. Dag, jongeman. Sinterklaas, u weet dat ik een heel groot verlanglijstje heb, hè? Jazeker. Ja. Hey. Abonneer op ons kanaal en tot morgen! Tot morgen! Doeg! Doeg.